Eerst gaan we naar jou, Jill, want het CD is woedend over de uitspraak van de fractievoorzitter van DENK. Ja, bij het gros van de partijen in de Tweede Kamer, ook bij het kabinet en bij onze premier, dan zie je die gevoeligheid terug, hè, als het gaat om die oorlog tussen Israël en Hamas. Welke woorden je gebruikt, de toon van het debat, ook gisteren toen het in de Tweede Kamer over die oorlog ging. Niet voor niks ging premier Rutte gisteren ook in gesprek met zowel Israëlische Nederlanders als met Palestijnse Nederlanders. En voor het debat over deze oorlog benadrukte hij ook nog dat Nederland niet blind achter Israël staat. Elk mensenleven is evenveel waard. Er is geen gradatie tussen rouw en verlies. Mevrouw de voorzitter, ik zeg dat zo duidelijk omdat na de aanslagen van Hamas op Israël bij sommigen het beeld heeft postgevat dat het kabinet Israël blind steunt in alles wat er nu gebeurt. Maar in datzelfde debat vloog de fractievoorzitter van DENK, Stefan van Baarle, nogal uit de bocht. Na deze uitspraak. Eén staat met gelijke rechten voor iedereen. Of je nou Joods bent of moslim. En die staat heet Palestina. From the river to the sea, Palestine will be free. En hiermee heeft hij zich de woede van een groot deel van de Kamer op de hals gehaald. Maar dat dit alleen. Ook het CIDI beraadt zich nu op gevolgstappen. Dat zei de directeur vanochtend, Naomi Mestrem, hier bij ons. Ja, die vind ik walgelijk. Wanneer je oproept, from the river to the sea, Palestine will be free. Dan roep je eigenlijk op tot het einde van de huidige staat Israël. Die ligt tenslotte ook in het gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee. Je roept eigenlijk op tot het eindigen van de staat. De vervolgstappen die wij nemen is dat we gaan kijken naar de juridische strafbijstelling van deze leus. Er is al eerder een uitspraak over gedaan en volgens die uitspraak zou de leus niet strafbaar zijn. Maar dat is wat wordt beweerd, maar dat is niet precies wat de rechter heeft gezegd. Die rechter heeft een uitspraak gedaan in een hele specifieke zaak die breder was. Dus wij willen gaan kijken of we in de context van waarin die dingen gezegd worden kunnen komen tot een strafbaarheidsstelling, omdat je feitelijk oproept tot het einde van de Joodse staat. Ja, een toespraak, een statement van Van Baarle die dus voor veel ophef heeft gezorgd. Terecht. En dat moet vooral in de politiek ook bestreden worden. Ik vind het strafrecht niet een hele goed middel om dit te bestrijden. Misschien wordt hij veroordeeld en misschien ook niet. Maar dit moet je in de Kamer zelf direct, lik op stuk. En dat is ook gebeurd, hè. De Kamervoorzitter heeft ook ingegrepen. Dat vind ik goed. Op die manier moet je het doen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het is wel fijn om duidelijkheid te krijgen dan over die uitspraak. Of die nou strafbaar is of niet. Ja, maar dan heb je daar duidelijkheid over. En dan nog, Geert Wilders is ook ooit veroordeeld en die heeft dat ook nooit zich aangetrokken. Het strafrecht is hier de oplossing niet, echt niet. Nee. Het is in de politiek zelf, dit gebeurt in de politiek. In de politiek moet je dit bestrijden. Ja, dan elkaar aanspreken. Ja, zeker. Ja, het was ook natuurlijk de Vera Bergkamp, Kamervoorzitter, heeft ook ingesproken. Of ingegrepen, ook bij hem, maar daarna ook bij Silvana Simons, die ook die uitspraak deed. Ja, het is ook heel goed. Het ligt natuurlijk, het is een enorm, zeg maar, mijnenveld als het gaat om dit conflict. Hè. Nu bleek vandaag ook weer dat de herdenking van de Kristallnacht, daar zou een stille tocht voor zijn. Die gaat niet door op 5 november, omdat ze geen risico willen lopen nu dit conflict is. Het is allemaal ingewikkeld, hè? Ja, En het wordt er allemaal niet makkelijker op. Nee. Ik begrijp het wel, hoor, overigens. Het is natuurlijk niet goed, maar ik begrijp wel dat de organisatie zegt, ja, dit is gewoon te gevaarlijk. We durven het niet aan. Nee. En anders dan moeten er honderden, misschien wel duizenden politieagenten ingezet worden om het te beveiligen. Ja, weet je, waar ligt de grens? Verwacht jij dat dit nog, want dit speelde dan nu in de Tweede Kamer, tot nu toe qua debatten en zo, valt het nog wel mee qua hoe erg dit het debat kaapt? Denk jij dat dit in aanloop naar de verkiezingen nog echt een heel groot ding gaat worden, in het conflict? Nee, dat geloof ik niet. Nee? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk niet dat het conflict als zodanig een grote rol gaat spelen. Nee, dat niet. Maar het is wel zo dat lijsttrekkers die een internationaal imago hebben, en nu is dat Frans Timmermans, denk ik, van de lijsttrekkers het meeste, dat die wel daar een voordeel bij zouden kunnen hebben. Mark Rutte had dat natuurlijk altijd, toen hij nog lijsttrekker was.
omdat hij heel grote internationale ervaring heeft. En bij dit soort conflicten speelt dat wel een rol. Het is een beetje de premiersbonus die nu niet te vergeven is, omdat de premier niet meer meedoet. Ja, dan proberen anderen die bonus binnen te halen. En dat zou Frans Timmermans wel eens hoge ogen kunnen gooien. We gaan later verder praten over die campagne. Maar voor nu gaan we naar goed nieuws.